look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Hallo mensen van Tim Games, ik wil maar kijken naar een nieuwe nieuwe Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ik ben gast Tim en wij verder waren vorige week gebleven. Vorige week waren we niet tegengebleven, maar dat zien we zo meteen. Toch, Ratje? Dus ja. Dus ja. Have some kind of plan? I am improvising. En dan staat van dood de Borgia commandant. Dan heb ik het gebied van de local pope. Rot op! Als je gast durft te komen, dan maak ik hem gewoon letterlijk af. Bam! Dus ja, wat zou ik ervan willen? Ik moet even voort gaan kijken wat ik ga zeggen, want zo weet ik echt compleet niet. Boom. Wat is de woordje genoemd? Even kijken, want we moeten hem via een andere plek moeten keren. Even kijken, wat heb ik? Ik heb geld, ik heb mesje, maar in de barakken. Devil grows bold.
even naar die gast. Gooi de bordje, commandant, in de dode stallage. Welke van de honderd stallages? What the fuck, dat slaat nergens op. Het was op een... Ja, hier, chef. Mooi snap, beroven. En die gasten die hebben wel... Hierdo. Wel fucking leuk, leuke loot, dus... En dan moeten we naar daarboven, naar die toren, toe, om die... Oh, wacht. Oké, ga terug naar mij. Dank je wel. Maar, ik begreep de opdracht niet van ga naar de stallages. Gooi hem in de stallages. What the fuck? Zo. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. We need to send a signal. Wait here. Ja, wacht hier maar, want steek de toren van bord in de fik. Maar dan in de brand. Dus ja. En ik heb ook een paar dagen last van mijn keel. Heel veel hoesten. Ook ik ben het van school af. En daar ook al heel veel hoesten. Ik kan ineens slime. Kijken, ja, dan moet gaan we gelijk het gebied synchroniseren. What the fuck, wat doe ik? Er zat gewoon fucking een ladder aan de zijkant. Shift. En dat hoorde ik af. It seems the stable is now available for purchase. I've done it.
waarschuwing voor verboden gebied. Bishop Chipo of Valin has made it known immediately accelerated and investigated in his lead. Whilst attending to the Eucharist, as was witnessed by all faithful people. Opstappen kan je de kaart. De Animus Dex top en dan krijg je ook gelijk dit. Zoals dit stukje, dat moeten we nog synchroniseren, dat stukje. En dan heb je hier allemaal nog uitwerkpunten en deze dingetjes. Dus ja. Oh, 200. Renoveer de standaard. Een nieuweling. Oké, gooi de Borgia-commandant in de stellages om hem te doden. Oh, dus hij moest voor de hooibalen. Maar. Ik ben nu bij de stal, maar er staat erin de stal. Ja, hoe kan ik dat voordat ik kan praten? Oké. Okay. Dus we kunnen nog volledige synchronisatie doen. Hey. Nul Florijnen nou. Heel graag dat het me niks kostte. De inkomsten van Rome nemen elke 20 minuten 48 florijnen in. Veel handig. Geld moet rollen. Gaan we het makje verder naar de Capitolijn. En daarvoor moet ik geen schade oplopen. Nou. Moet een van de negen. Niccolo Machiavelli tot nu later bij. Echt, ik ga voor het even iets schrijven om wat ik allemaal kan vertellen, want echt, ik weet fucking weinig te vertellen. You excel at opening wounds, Ezio. But can you also close them? I intend to heal the sickness, not treat its symptoms. Stop sparring with iets van proefpersoon 16 te zoeken. Fine. Let us talk openly then. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city. The center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Dus. Ja, hoe was jullie de? Maybe. Relying on the people is like building on the sand. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. He must be from your inner circle. Go, get back what he has stolen.
Campidoglio. I am meeting a contact there. Give me back my money! Shall we just pretend that was accidental? Come back here! En als mijn muis hier reed, ineens fucked up frame, zodat ik hem niet kon bewegen. En dat ik ineens hier gas kreeg. You are making a big mistake! Your master is a devil out of here before I regret sparing your life. Fuck, 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 fuck. Dus ja, ik moet oppassen met wat ik nou gebruik, want nog even moet lastig hand te zien. Fuck. Have you lost all reason? I cannot blame people for one. Even kijken hier was iets van proefpersoon 16. Wat we bij Desmond vonden. Ik neem hem gewoon hier naar boven. Hier dan. Dat is iets van proef voor soundchest. Zo. We hebben de eerste iets gevonden van. Luster 1.
Zij waren alleen meesters en besloten niet om te werken, maar op verheven wijze te heersen. Ze waren alleen meesters en besloten niet te werken, maar op verheven wijze te heersen. Je kan denken beter. Van ze waren alleen meesters en besloten niet te werken, maar op verheven wijze te heersen. Dus ze waren alleen meesters, dus je kan coding. Werken dus. Denk deze dan. Dat is niet te werken, maar op verheven wijze. Yes. Waren alleen meesters en besloten niet te werken, waarop verheven wijzen zijn te heersen. Dit is echt een fucked up raadsel, maar zoom. Er is sowieso iets met zoomen. Sowieso. Deze sowieso maar eentje. Dingen van de Tempeliers. Oh mijn god, lieve heden. De dingen die je ziet bij de Tempeliers. Dit sowieso. Oké, dat is echt fucked up. Ik weet deze echt niet. Even kijken, ze waren alleen meesters en besloten niet te werken, maar op verheven wijze te heersen.
Precies. Klassendeling in deze beeld. Ik gok. R. De R. Haar levens. Wezen van de Templar. Ik zoek dit wel even of kaal. De jongens vonden het heel leuk, dan een blauw duimpje omhoog. Weet je meer? Abonneer en like voor meer. De jongens, zie ik jullie de volgende keer.